Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door AirUp. Upgrade je water. Met smaak door geur. Welkom bij Gechel. Geen eerste, geen laatste. De show van middelmaat. En ik kijk hier ook naar een paar heren van middelmaat. Heren, hoe gaat het? Zelf. Wat voor? Zelf. Zelf. Ik word hier te oud voor, denk ik. Nou, goed, ik ben er wel en ik heb er onwijs veel zin in, want deze heren nemen het op tegen elkaar om die felbegeerde bokaal te winnen. Hoeveel woorden kennen jullie met Gechel beginnen? Ik eentje gegleden. Geweldig. Geglogolft. Geweldig. Geglogolft. Geglimbacht. Ja, we zijn klaar. Okay. Mijn brein ontploft. Ik weet niet, het gaat echt... Het gaat geweldig. Deze week beginnen we niet met een schone lei. Dat wilde ik zeggen, maar dat kan niet. Want jullie hebben gewoon een aantal punten meegenomen naar deze week. En jullie zijn rete gemiddeld. Drie van jullie hebben namelijk 4 punten. En ik noem Koen, Roel en Robbie. Dan hebben we er nog 2 die aan kop lopen. Jawel. Milo en Matti met 5 punten. As usual. Dat betekent dat jullie het deze week net iets middelmatiger moeten doen dan vorige weken. Zijn jullie klaar voor de eerste opdracht? Ja. Zeker. Een hele goede geie morgen. Gechel bedoel ik. Ik stap hier vandaag binnen en ik voel dat we iets gaan doen wat weer volledig buiten mijn comfortzone is. Zorg dat je een bekeuring krijgt. Je hebt 2 uur de tijd. Okay. Je moet dus niet de hoogste en niet de laagste bekeuring krijgen. Het draait om de hoogte van de bekeuring. Dus het heeft geen zin om met mijn telefoon achter het stuur te gaan zitten, want dat is veel te duur. 2 uur de tijd. Ik heb mijn BTW-aangifte niet gedaan, maar ik denk dat dat niet meetelt. De makkelijke optie is dat ik mijn auto pak en gewoon ergens door een flitspaal heen rij. Nou, niet door de hele flitspaal. Gewoon over de weg, maar dat ik geflitst word. Nou, door de hele flitspaal kan ook, krijg je waarschijnlijk ook een bekeuring voor, maar ik weet niet of dat het beste idee is. Ik wil ook geen ruzie met agenten krijgen, want daar heb ik helemaal geen zin in. Met een telefoon op de fiets zou kunnen. Kijk, ervan uitgaande dat 1 iemand gaat deze challenge niet halen. Dus die blijft op 0 euro staan. Ik moet eigenlijk in de auto zitten, een politieauto vinden en daar dan heel hard langs gaan rijden. En dan... en dan gewoon hopelijk staande gehouden wordt en gewoon meteen je bekeuring krijgt. Dat gaan we doen. Nou, we gaan naar buiten. Ja, maar niet. Aan de slag ermee. Moet wel kakken toevallig. Volgens mij mag dat niet in het openbaar. Sorry, schijt gewoon op een politieauto. Je rent van naar binnen, je staat er bureau vol. De opdracht lijkt me heel erg duidelijk, ja. Maar was hij makkelijk? Dat vond ik niet. Nee. Nee, ik ook niet per se. Het is... Als je probeert een boete te krijgen, best lastig om een boete te krijgen. Ja, terwijl als jij het niet probeert, dan krijg je ze aan de lopende band. Ik krijg echt boetes binnen, dagelijks. Wat is je hoogste boete? Nou, ik had een boete voor op mijn telefoon zitten. En die ben ik toen vergeten te betalen. En toen werd die verhoogd. En toen was het 700 euro. 700 euro? Kun je 2 potjes crème verkopen? Ik wilde bijna hetzelfde zeggen. Nou, jullie hebben wel een aantal boetes binnengesleept, kan ik je vertellen. En toch af en toe ook wel een geweldig hoge prijs, om het zo maar eens te zeggen. Boeken daarin. Laten we eerst anders even kijken naar Robbie, Raoul en Matti. De eerste optie die ik ga proberen is hier buiten parkeren zonder te betalen. Een parkeerboete. En je hebt hier ook in de buurt een flitser. Dus ik ga eerst proberen te parkeren, want dan breng ik zo min mogelijk mensen in gevaar. En dan, als dat niet lukt, binnen 1,5 uur of zo, gaan we lekker te hard rijden. Het schijnt zo te zijn dat als je tankt, maar niet betaalt, dat je dan bovenop je tankbedrag nog een boete van 130 euro thuisgestuurd krijgt. Nou is het zo dat er ook op internet staat dat er best wel veel gezeik van kan komen. Dat je strafblad, aangifte, je VOG krijg je dan niet meer. Dus daar heb ik helemaal geen zin in. Dus ik heb gewoon de bus gestolen. Dus elke aangifte of gezeik die binnenkomt, die komt lekker op de zaak binnen. Oh, en dan heb ik het voor iedereen. Ik had alle 5. Ik ga het er niet zelf op dragen. Oké, omdat ik dan wel even aan meneer officier van justitie wil laten weten wat we aan het doen zijn, ga ik wel even dit kaartje hierbovenin opplakken. Zodat het dan mooi. Dan hebben we wel een mooie foto, weet je wel. We hebben ooit die legendarische foto gemaakt dat Koen uit het raam ging hangen. Dit vind ik een prachtig plekje voor een parkeerboete. Ik denk dat dit de meest verantwoordelijke optie is. Koffie? Hey, even iets anders. Wie gaat die boete betalen? Moeten we dat zelf doen? Of krijgen we die dan terug of zo? Gaat iedereen straks dus aan mij vragen van. Ja, Rob, kun je mijn boete terugbetalen? Ik ga het niet zelf betalen. Ga ik dus mooi niet doen, hè? Ik trek alweer lijkbleek weg, weet je. Dat ik iets moet doen wat niet mag. Dit is denk ik het meest criminele wat ik ooit heb gedaan. Ik heb het nog niet eens gedaan. Dit is geen serie voor mij. Hoe vaak komen hier scanauto's langs? Met ingerichte maat, ja. Okay. Maar we gaan in ieder geval rijden naar welbekende trajectcontrole tussen Utrecht en Amsterdam. Ik wil gewoon zekerheid dat ik hem krijg. Omdat ik verwacht dat het ook mensen gaat mislukken. Bang dat ze mij kennen. Ik had eigenlijk even brillengeel moeten doen. Die hebben we hier niet, hè. Godverdorie, vol met mijn smoel erop. Zoals ik voor opsporing was op vanavond. Oh nee, moet ik die ook nog voor de ingang pakken? Nee. We worden steeds meer een land van pensionado's. Nou, er is niks aan de hand. Ik ben gewoon een normale jongen die gaat tanken. Ik gooi er weer even wat diesel in, hoor. Let op, diesel.
Is dit een tank? Krijg ik die tank niet open? Krijg ik die fucking tank niet open? Hij is open. 5 minuten later. Ik sta al op de vizier, denk ik. Oh nee. Trajectcontrole 100 km per uur. Ja, nou, gas erop. Ik kan ook de gemeente op een gegeven moment gaan bellen. Op de trajectcontrole. Hij geeft dan meteen aan, oh mijn god meneer, u rijdt te hard. Ja, dat weet ik. Met nog een half uur op de klok ga ik mijn plan veranderen. Ik ga een flitsboete pakken. Het is zonde van de tijd. We hebben wel heerlijke koffie gedronken. Maar ja, je kan het risico niet lopen om hier te blijven zitten. En dan geen boete pakken. Dan ben ik sowieso laatste. Hij zit vol. Dit schokkende bedrag van 27 euro hebben wij zojuist even de tank gegooid. Het moeilijkste moet nog gedaan worden. We moeten nu doen alsof we gewoon wegrijden. En wat nou als die mensen niet van mij aan de kant gaan? Omdat ze denken, meneer, u mag hier niet harder en ze willen mij helpen. Dat zou vriendelijk zijn van ze, maar absoluut niet de bedoeling. Oh nee, dit helpt niet mee voor de tijd. Nee, de brug staat open. Ik word laatste. Oh, 0 punten. Op het moment dat ik nu mijn gaspedaal druk, ben ik officieel crimineel. In 3, 2, 1. Godverdikkie. Het werd ook zo spannend. Ja, crimineel. Oh nee, daar ben ik officieel crimineel. Dit is nog rood nu. Oké, nu moeten we daar omdraaien, want daar heb je nog een flitspaal. Kut, sorry, er komen die auto's achter me ook. Kijk hier, die Tesla blijft gewoon rijden, hè? Die gaat niet voor mij. Jawel, hij gaat aan de kant. Yes! Woe! Op zo'n flikkeren. Gemiddelde snelheid gaat nu naar 114. Shit. Hij gaat zakken, want ik moet eruit, ik moet er vanaf. Wordt groen. Ja. Flitspaal 50 km per uur. Trajectcontrole. Daar gaan we. Boom. Ik ben zojuist geflitst. Ja, ik ga ervan uit dat het zeker gelukt is. Het is best raar of zo dat ik niet blij ben. De eerste boete met mijn auto. Oh, dit zou de eerste aangifte tegen me kunnen zijn in mijn leven. Nee, fuck. Ik ben een crimineel. Nou, ik ben wel benieuwd wat jullie denken dat jullie binnen hebben gesleept. Ik ben bang dat die voor mij heel laag is uitgevallen. Dat het toch niet zo'n groot probleem is, dat tanken. Ja, maar die verhalen kloppen wel hoor, dat het wel best wel Ik denk, als ik de 100 euro haal, ben ik blij. Scheelt het per tankstation? Dat het bijvoorbeeld bij de Shell anders is dan bij de Shell is heel duur, dus het zal wel heel duur zijn dan. Wat denk je dat het heeft gekost, dit geintje? Dat tanken? Ja. Ik denk wel duur, man. Dat je zo 140 euro betaalt. Ik denk 100. Je meer, man. Je hebt een boete binnengekregen van 104,57 cent. Oh. Dat is duur. Dat is laag, man. Is dat inclusief tanken? Maar daar halen we nog het tanken van af. Oh. Je komt wat op een kinderboete, joh. Van 77 euro. Als je in Friesland niet aan het donker betaal je echt al 100 euro. Dat is zo weinig, maar dan ga ik ook kijken. Ik hoop dat iemand dat niet gelukt is. Het scheelt de tijd en naar binnen zo. Ja. Dat is gewoon verdelig voor ons. 5 minuten, dat maakt gewoon winst als ik niet meer betaal. En als je naar binnen loopt, heb je ook zoveel snoep, ben je ook al 100 euro kwijt. Dus dat ik erover sta. Maar als je het gaat helemaal niet over mij weer. Maar hoe heeft de rest het gedaan, Robbie? Wat denk je dat je hebt binnengesleept? Nou ja, ik moet zeggen, kijk, je weet gewoon wat ik al zei. Met zekerheid als je op een trajectcontrole gewoon... Ik geef volgens mij uiteindelijk 18 km per uur te hard. Zo! Stevig hoor. Ja, dan weet je, dan heb je gewoon een stevige boete binnen, toch, Stijn? Er is niks binnengekomen. Ik heb niks binnengekregen. Huh? En ik heb over die trajectcontrole gereden en ik geef volgens mij gemiddeld 118 uit mijn hoofd. Maar dan komt hij nog, denk ik. Nee, want hij staat ook al niet in mijn CEIB en het is moe, 1,5 maand geleden. Ik heb denk ik elke dag ingelogd. Kan dat nou? Kwam er maar niet bij. Stroomstoring. Ja? Hij kan zeker nog komen. Hij komt niet meer. Maar dat is 1,5 maand geleden. Maar mocht dit zo zijn, dan kan ik voor iedereen zeggen, ik weet niet wat mijn camera is, hallo. Je kunt daar gewoon, ram hem gewoon door joh, ze flitsen helemaal niet. Dit is een gevaar. Rij alsjeblieft niet te hard. Hou je aan de regels. Dit is don't try this at home. Nee, jawel. Ik denk dat is een kenteken. Nee. Maar op de A2 5 baans om daar 120 te rijden, levensgevaarlijk. Hou je aan de regels. Oké, en Raoul, ik ben wel benieuwd. Nou, ik heb die boete wel eens gehad. En dat is 65 euro voor als je 60 rijdt. En welke prijs heb jij betaald? 0, want ik heb hem ook niet binnengegeven. Inderdaad, 0 euro. Ik staat op beeld ook, heb een GoPro vastgehouden met 60 km per uur en bij die flitser en gewoon 0. Geen boete. Oh, wat zijn die mensen aan het doen? Rood rijden. Maar jij als user dat je dan heb je dus als je 60 rijdt een boete van 50 of 60 euro, dat je daarmee gemiddeld zou zijn. Je kan toch geen lage boete krijgen aan dat? Ja, maar ik vind het gewoon heel asociaal om heel gevaarlijk te rijden. Jezus, mijn oma. Die groene vlinder daar op links. Dat vind ik ook. Ik vind het heel asociaal. Waar aim jij dan op? Ik aim rond de 120 euro, dacht ik. Ik aim op gewoon een boete krijgen. Oké. Zoals je kan zien straks. We hebben 0 euro, 0 euro en 77 euro 50. Ik sta er nu best goed voor, hè? Ik zit nu goed, hè? Als jullie er één pakken, hè, jullie. Maar we hebben er nog 2 te gaan. We kijken even naar Milo en Koen. Hier is mijn auto trouwens. Mensen dat je niet denkt, waarom zijn we hier? Nou, hier is mijn auto. Dat is natuurlijk de meest logische manier om een bekeuring te krijgen. Gewoon hiermee. Kan wel, maar dan ben ik heel snel. Je moet niet eerste zijn, ook niet laatste. Misschien kunnen we even langs de Mac. En op de terugweg doen we even een flitspaaltje.
Dat is denk ik qua tijd is het handiger dan nu meteen die flitspaal pakken, anders ben ik sowieso eerst. Ik ga eerst even de snelweg om te kijken of ik een politieauto vind, dat ik daar gewoon hard langs kan rijden. Mocht dat niet lukken, ga ik hier terug het centrum in en ga ik denk gewoon op het eerste plein wat ik zie waar je overduikt je auto niet mag neerzetten, ga ik mijn auto neerzetten en dan gewoon daar wachten totdat er een politieagent komt die een bekeuring geeft. Ik kan ook trouwens cavity kopen op het politiebureau. Zou je dan bekeuring hebben? Ik moet je meteen een nacht blijven. Ik ga dat bij die Mackie even googlen. Het zou wel kunnen zijn, maar ja, er was geen politie. Zou ik een hele grote milkshoek banaan van je mogen? Ja. En mag ik daar een chili chicken bij? Even een rustmomentje inlassen hoor. Lekker. Okay, we komen nu in de buurt van de snelwegen. Dus dit is voor mij een punt dat als ik nu een politieauto zie, dat ik ervoor ga om een bekeuring te pakken. Ik heb de verkeerde snelweg gekozen. Kutzooi! Ik zit altijd te denken aan dingen met de auto. Omdat dat eigenlijk alle boetes zijn die ik in mijn leven heb gehad. Parkeerboetes, flitspalen, telefoon achter het stuur, mensen aanrijden, kindermishandeling. Dat is het enige waar ik in mijn hoofd mee zit. Nou, dat hoeft natuurlijk helemaal niet. Ik heb ineens een veel leuker idee. Maar ik wil even googlen wat daar de consequenties van zijn. Want misschien dat het wel zelfstraf is. En daar zit ik dan niet op te wachten. Plus dat ik dan een challenge niet heb gehaald. En dan ben ik de laatste. Police! Oh mijn god. Oh mijn god. Oh. Oh mijn god. Oh mijn god. Ik heb rood. Fuck! Ik heb rood. Ja, dat heeft nu geen zin, want dat ziet hij niet. Heeft me groen. Gaat hij weer inhalen. Wat een gek. Oh, vouw me hierbij. Hij is vouw me. Jij gaat een hoge boete krijgen, jongen. Nog één! Twee keer hierbij! Oh mijn god! Oh, kijk hier. Graffiti. Je vindt het op allerlei plekken. Maar mag dat wel? Je kan het bijvoorbeeld vinden op treinen, muren, elektriciteitskasten en nog zoveel meer. Maar eigenlijk mag dit niet. En wanneer je gepakt wordt op zo'n plek waar het niet mag, start een boete bij €150. De straf kan verschillen met hoe erg de schade is. Je kan een boete krijgen, naar halt gestuurd worden, strafblad krijgen en in sommige gevallen kun je zelfs een gevangenisstraf krijgen. Ja, een gevangenisstraf. Dat gaan we doen. De kans dat ze me gaan vouwen is aanwezig. Ik krijg 175 mag. En ze doen niks! Ze doen niks! What the fuck? Wat moet ik doen? Okay, hij gaat achter me staan, de politie. Ik ga straks gewoon keihard wegtrekken. En dan hopen dat hij dan denkt van, ik ga nu pakken. Wat is dit nou weer, jongen? Wat een aanzoom! Verwacht iets om te kijken. Ik doe niks! Dit is een niks. Ze doen helemaal niks. Hierachter zit het politiebureau. Wat dat betekent is omdat dit best wel een grote weg is en ook de enige weg ernaartoe dat dit de aanrijroute is van die politieauto's. Kan niet lang duren lijkt mij. Ik begin klein. Dit staat best goed toch? Nou, gaan we het gewoon nog een keer proberen. Is goed, ik probeer het nog een keer. Maar dit is toch ongelooflijk. Te snel rijden, terwijl er letterlijk een politieauto naast je staat, werkt niet. Terwijl je 30 kilometer hard gaat binnen een bebouwde kom. Je geld. Hey, politie te zien hier. Zag je van Jan Lul allemaal alles op te kliederen? Oké, er staat hier letterlijk een politieagent rechts van ons, want hier is de Pride. En ik ga hier nu mijn auto, waar echt heel groot staat dat je auto niet neer mag zetten, ga ik nu mijn auto neerzetten. Ik ga gewoon uitstappen en dan gewoon kijken. Als je hier komt staan, er staat letterlijk politie daar, je zijn hier aan het bellen. Je zou toch zeggen dat die deze auto zien en denken, dat ding heeft een bekeuring nodig. Geen enkel wat doen. Smerig beest. Ja, die schoten komen niet, man. Ik word gek. We kunnen ook gewoon zelf een melding maken. Zal ik even bellen? Ik heb de politie in die rij. Wat kan ik voor doen? Ik denk, ik meld het even. Ik zie iemand op de Sint-Jacobstraat graffiti spuiten op de muur. Is dat toch een blanke persoon? Ja, met een wit shirt en blond haar, zo te zien. Ze gaan het doorgeven, er wordt iets op afgeschreven. Hé, ze hebben zelf nog even goed. IBAS, schoot toe! Daar is de IBAS. Maar ze kijken even helemaal de verkeerde kant op. Hallo, jullie kijken naar een of andere hele vreedzame demonstratie. Terwijl hier iemand levensgevaarlijk aan het parkeren is. Zo asociaal. Oei, oei, oei. Als dat ding weggesleept wordt zo, word ik helemaal gek. Ik heb nu zelf melding gemaakt, dus nu boeit het niet. Maar stel, iemand maakt die melding van. Ze zegt, ja, hallo. Ik zie het wel. Er staat iemand die graffiti spuiten. Iemand is zo'n NSB'er. En de politie zegt, ja, is goed, maak er een melding van. En gewoon een uur later zijn ze er nog steeds niet. Zo gaat het dus tegenwoordig. Kom op, tas, schoot toe. Kom maar vouwen. De tijd begint serieus te dringen. Is er, wat denk je? Ik denk dat het gelukt is. Ja? Ja. Zonder iemand bij de auto? Een handhaaf ik op langs. Dat weet je niet. Ik denk dat ik een boete heb gekregen. Alleen het ding is dus, dat weet ik natuurlijk pas op het moment dat hij binnen is. Het kan ook zijn dat ik hem dus helemaal niet heb gehad en dan verlies ik sowieso. Maar ik ga ervan uit dat ik nu een boete gekregen heb. Dus nu tijd om je zo snel mogelijk weg te wezen. De scooter wil me niet goed zien door me niet te vouwen. Bedenk die even. Ze vouwen me niet en dus zetten ze me niet goed. Als je zo gaat denken, nou, dan wordt alles anders. IBAS! I hate police. Ja, daar komen ze. Melding van mij, daar komen ze. De bedoeling is dat je ook deze muur gaat. Oké. En dat is niet zo? Dat is niet zo? Ik weet het niet.
Ik maak even wat foto's. Eerst van jou, vervolgens van die muur en even van je spuitbussen. Ja, dat is goed. Schrijf het even allemaal op. Ja. En dan gaan we contact leggen met de eigenaar van dit pand. Niet gewoon een boete? Nee. Okay. Dit is meer dan baldadigheid. Oké. Heftige dank dat, maar oké. Ja. Oké, hier gebeurde heel veel mensen. Ik vat hem even samen voor jullie. Er komt een politieauto aan, zoals we hopen. Zei ik, dit is niet iets waar je een boete krijgt? Had hij nou zeker niet, dit is gewoon een straflat en ik kan hier, als ik wil, kan ik je nu gewoon meenemen. Dan zit je gewoon 9 uur vast. Toen schrok ik even. Toen dacht ik, nou, hier zit ik nou niet echt op te wachten. Want dan ben ik dus de laatste. Plus dat het verder ook helemaal niet handig is om een straflat te hebben. Vervolgens komt hij terug, zegt hij, ik heb de eigenaar gesproken. Die gaat de schoonmaakkosten op je verhalen en dan denk ik dat je heel goed wegkomt. Maar ja, is dat een boete? Misschien moeten we het in de studio er even over hebben. Dit is heel bizar. De uitleg hier, ik had hem beter kunnen doen. Ik sta daar, die politie komt en die is meteen fucking chagrijnig en boos. Ja. Die zegt raar. Raar. Ja, heel raar. Ik had ook een paar dingen opgeschreven die ik had. Fuck de police op dat muur. Ja, dat was niet handig. Dus ik vraag aan hem, is het geen boete? Hij zegt nee. Ik ga nu even om de hoek lopen, kijken of de eigenaar thuis is, of we er samen uitkomen. Zo niet, ga je nu mee naar het bureau. ik sta daar en ik kijk naar dat gebouw. Dat gebouw is eigenlijk een beetje, nou, vanaf de buitenkant ziet het eruit zoals dit. Dus ik wist zeker, daar woont niemand. Wist ik echt zeker. Ja. Dus ik zeg altijd die cameraman, ik fluister zo. Ik zeg, joh, ik moet zo mee. Want er is natuurlijk niemand thuis en dan moet ik dus mee. Ik stond daar te wachten en het duurde. Waarom ben ik niet weg? Ja, dat is handig. Dan krijg je toch een boete? Gegevens toch al? Ja, hij had mijn rijbewijs, alles. Hij komt die hoek om. Ja, ik heb de eigenaar gesproken. Dus dat waren die schoonmaakkosten. Dus er was echt iemand thuis. Of hij heeft je geblest, man. Nou, ja. ik ben hier gisteren langs gereden, daar is weinig schoongemaakt, hè? Dat zat er allemaal op. Helemaal niks gebeurd, ik heb nog niks gehoord, helemaal niks binnengekomen. Of is er wel iets binnengekomen? Ja, er is wel iets binnengekomen. Nee. Jawel. De eigenaar wilde een goed gesprek. En die wilde ook iets ervoor terug en dat rekenen we toch aan. Als een boete. Ik heb hier de mail meegenomen. Nee, is hij wel binnen? Dat wist ik helemaal niet. Is hij wel binnengekomen? Beste betrokkenen, wij willen via deze officiële verklaring onze bezorgdheid uiten over een recentelijk incident dat heeft plaatsgevonden aan de Oude Noord in Utrecht. Het pand waar ik eigenaar van ben, is onlangs het doelwit geworden van vandalisme. Waarbij graffiti op de buitenmuur is aangebracht. Ik heb ervoor gekozen om de kosten voor het verwijderen van de graffiti niet door te belasten aan de gemeenschap of andere betrokken partijen. Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, eigenaar wil anoniem blijven. Wat is dit dan? Maar, oh, er moest wel een flesje wijn die kant op komen. Oh, dat vind ik goed. Maar die is goedkoper dan die 77. Echt en eraan. Ik moet zeggen, Skere Productie heeft daar 16 euro voor uit. Ja, productie! Shout out naar jullie! 16 euro! Meer dan nul en minder dan die 70 van jou, amigo! 16 euro aan wijn voor die hele muur onder graffiti met fuck the police. Dat vind ik nog eens een stiel. Dat is een stiel. Ja, ik weet niet wat er gaat gebeuren na deze uitzending. Hè? Dat kan nog. Ik was het niet. Ik was het niet. Ik noem de uitkomst geweldig. Geweldig, 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 geweldig. Maar ik noem hem ook geweldig ruk. Want jouw boete, Koen, is nooit binnengekomen. Nee, ik dacht dat misschien krijg ik hem omdat de politie gewoon op heeft geschreven van gewoon debiel doen, weet je wel. Dat je dan ineens 250 euro krijgt geluidsoverlast. Ik ben dus twee keer op een 70 weg dat de politie achter me stond van 0 naar 100 opgetrokken. Niks. Ik ben langs de politie gereden met 100 bij 70 mocht. Niks. Dan heb ik hem neergezet op de Dam op een plek waar je niet mag parkeren. Is best veel politie langs gereden. Heeft zo'n auto ernaast gestaan. Zo'n gemeenteauto. Ik heb niks. Helemaal niks. Dus kan de makkelijkste boete ooit voor de gemeente. Ja, dat lijkt mij ook. En ik stond echt als naast zo. Yo, en als je dan één keer prongend voor je deur staat en 5 minuten dat appje niet aangooit, dan slingeren ze meteen 80 euro je kant op. Hoe kan dit, man? Lang verhaal. Ja. Dankjewel daarvoor. Geweldig ook om weer naar te luisteren. Geweldig. Ook een beetje programma vullen. Ja, een beetje programma vullen. Dat kan ik beter. Oké. Okay. Nee, eigenlijk hebben we gewoon een geweldige rukuitkomst. Ik zei het al. We hebben 3 mensen met 0 euro boete. Dan hebben we 1 iemand met een flesje wijn van 16 euro. Perfect. En Mattie, een hele hoge boete. Ja, ik dacht wel echt dat die laag was eigenlijk. Voor 77,5 euro. Dan kom ik eigenlijk tot de conclusie dat er 3 mensen als laatste zijn geëindigd. Eentje als hoogste en maar eentje in het midden. Een hele gemiddelde score. Ja. Milo, 2 punten. Ja. De rest, 0. Wat? Police is my friend! Ja, we hebben wat zo hard. I love police! Die heeft 0 punten. Die is lekker. 0 punten en een strafblad voor jou, vriend. Beetje Shell. Ik mag nog bij de Starbucks komen daar. Je bent echt een lul. Je bent nog niet vanaf hoor, als ze dit zien. Nee. Maar krijg jij nou 2 punten?
Ja, nul. Ik zit toch in het midden, vriend? Ja. Het spel wel. Ik vind dit een geweldige uitkomst. En ik ook. Denk dat jij, Milo, dit het beste kan omschrijven als... Nou, dit is geweldig. 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 Dat gezegd hebben, hè. We gaan door naar de volgende opdracht. Goedemiddag, kom jullie eens even hier staan. Ja, is goed. Ik kan me voorstellen, ik ben Stef. Hallo Stef. Hi, Stef. Hallo Stef. Stef. Zo, dat is de auw. Stef. Man. Stef. Stef. Ik had er geen zin in. Maar aangezien mij gezegd is dat jullie een blindenkom zouden doen, dan wil ik het graag doen. Okay. Opdoen graag. Opdoen graag. Opschieten. We gaan erin. Even wachten. Oh, sorry. Ik zal jullie erin laten, ja? Red je dat met je enkelband zover of niet? Ga je maar als je eerste dan meteen. Little did I know. Klimmen. Een hele gewicht erin. Ja, dat is nogal wat. Klimmen. Ja. Hallo. Hier komen. Tyfus. Je hebt geen eeuwen de tijd, hè? Ja. Jongens, hebben jullie ook het idee dat jullie Step ergens van kennen? Hij is ook zo'n dokter. Oh, zo. Domme. Knal die deur tegen me aan. Een pik zit er bijna tussen. Ik zit hier. Milo zit te pletten. Er is nog geen opdracht, toch? Of heb ik iets gemist? Nee, ik heb wel. Je glijdt allemaal op mij. Ik heb je schouders vast. Zijn jullie een beetje bang? Nee, jongen, dat is toch niks. Ik heb. Als je moet kotsen, ga gewoon naar links. Ik ga niet goed. Ja, Jezus, Stef, jij rijdt. Nou, en nu, waar moet ik erheen? Achterlopen, achteruit lopen, naast elkaar blijven. Volgende. Je moet eruit rijden. Ja. Oh, ik zie niks, hè, Stef? Zie je niks? Ja, ik zie niks, ik heb een blinddoek. Moet je lamp aan doen. Opschieten. Ja. Opschieten, hoppa. Zo, omdraaien, mondje dicht. Oké. Schiet allemaal eens op met die hoofddoekjes van je. Die mogen af. Ja, opschieten, op. Zo, joh, het is alsof ik in de hemel ben. Een springtussenfeestje. Stef, ben je aan het? Ik heb net bijna mijn rug gebroken om hier op een springtussen te gaan springen. Wie van jullie is de oudste stap, schat? Ik ben de oudste. Ben jij de oudste? Ja. Split. Kijk, we nou toch weer. Wat is hier nou mijn circus? De opdracht is... voltooi geblinddoek deze stormbaan. Ik dacht echt dat die pleuris dingen aan dat die afkomt. Wow. Ja, heren. Ja. Over goede presentatoren gesproken. Kun je nog wel van leren. Ja, zo kan het ook. Stef mocht helaas vandaag niet meer komen. Zit hij vast? Hij zit hier ergens. Hij zit hier honderd ergens. Hij had dus even voor context. Hij had dus echt in de bak gezeten. Mocht hij hier zijn, misschien moeten we even communiceren. Stef, als jij hier bent, laat jij zelf eens zien. Je weet het niet. Je weet nog niet wat er allemaal kan gaan komen. Hallo jongens, leuk dat jullie er weer zijn. Ik ben echt bang dat hij er is. Ik heb het echt heel erg leuk gehad vandaag. Komt deze achter die fles vandaan? Ja, hij zit in die fles. Maar deze opdracht gaat natuurlijk wederom om de gemiddelde man. Wie heeft hier de rest een poepie laten ruiken? Ik denk dat ik hier zomaar wel een gemiddelde tijd zou kunnen hebben. Ja, hier, dit is echt compleet op basis van geluk. Dan kun je misschien een keertje laatste. Voor mijn gevoel ging het zo snel. Ik weet niet, maar ik zat toen met mijn pols naar die voetbalvideo. Dat die helemaal bont en blauw was. Het was echt twee dagen daarna. Jullie vonden het ook heel zielig. Ja, ja. Dus ik denk dat ik hier niet goed gescoord heb. Wie van jullie is de meest middelmatige stormbaanbeloper? Laten we eerst even kijken naar Koen, Robbie. En Mattie. Jullie raden trouwens niet, maar ook deze aflevering wordt mede mogelijk gemaakt door onze grote vrienden van AirUp. Koop hun producten via airup.nl. Want daar vind je nu ook een aantal prachtige feestdagen deals. Geef deze cadeau aan je vrienden, familie of hou hem lekker voor jezelf. We hebben trouwens nog een bonusopdracht van Gechel op onze TikTok. Ga het nu checken, want de verliezer krijgt een hele erge straf. Jezus, Mina! Dit is, ik dacht echt dat het heel makkelijk zou zijn. Wiltje in, je bent Milo. Je kan echt totaal niet snel, dus je gaat heel traag. Een paar maanden geleden kreeg ik een bal tegen mijn arm aan. Ik ben super zielig. Huh? Oké, dames en heren. We beginnen. Ik kan hier overheen. Jezus. Oké, ja. Dit is helemaal niet makkelijk. Ho, dit is helemaal niet makkelijk. Godverdomme, tyfus zooi. Dit is fucking onmogelijk, man. Oh, ik ben al boven, joh.
Hoe doe je dit? Hoe is dit nieuw? Oké. Okay. Stef, help me! Godverdomme, dit is niet te doen. Hoe doe je dit? Kut, kan me niet uit. Oké. Die voetdingetjes zeg maar voor kinderen van 2. Godverdomme, jongen. Ik heb allemaal door moeten, denk ik. Knop. Ik ga als een speer, mensen. Ik kan dit, denk ik, oprecht geblinddoekt beter dan niet. Kijk, ik word gewoon een beetje gelimiteerd in mijn snelheid. Maar ik weet niet wat zij doen. Want zij kunnen natuurlijk zelf kiezen of ze snel of langzaam gaan. Hey, tot nu toe gaat het me best goed af. Fucking hell. Ah, het is kut, man. Het is kut als je niks hebt om vast te houden. Oei, oei. Daar ging ik bijna. Koentje DNP. What? Dit voelt als iets dat ik overheen moet. Never back down, never what? Never give up. Moet ik nu alweer omhoog? Ik ben ergens nog steeds te bang dat ik te snel ga, man. Never give up. Yes. Yes. Ah, mijn poot. Ah. Shit. Ik moet echt opschieten. Ik heb echt een waardeloze tijd. Aan de andere kant. De kans dat Milo over dat ding weet te klimmen is, ik acht die gewoon echt misschien wel onmogelijk. Dus ik moet eigenlijk nog best wel rustig aan doen ook. Even een minuutje pauze. Ik zit hier vandaag even rustig op een bankje. Heel ontspannen. Ik weet niet waar ik heen ga. Joehoe! Hier zit een net. Holy tieten. Moet ik hier weer op? Volgens mij ben ik er. Dat was een goede pauze. Als ik hem nu finish, dan is het mooi geweest. Ik heb toch het gevoel dat ik te snel ben, man. Moet ik weer klimmen? Kut! Kut, ik verneuk het helemaal. Ik moet weer klimmen. Ah, dat ging wel. Oh. Dit ging echt veel beter dan gepland. Wat een reet snelle tijd heb ik neergezet, zeg. Ik kan niet langzamer zijn dan Milo en Rob, maar ik vrees dat ik misschien wel de snelste ben. Wow. Ik ben er bijna. Dit is een keurige medium tijd. Nummer 3. Dit is een goede tijd. Als ik dit zo zie, denk ik niet dat het ook echt daadwerkelijk 3 is, maar een grotere kans op 5. Je zag er langzaam uit. Ja, maar ja, het kan ook de edit zijn, hè? Ja, dat is kan ook zo. Echt traag. Hij is 5 keer daarom nu omhoog geklommen. Ik was zo snel voor mijn gevoel en mijn verwachting was Milo het laatst was, dus dat ze nu jullie hebben laten zien. Waarom hebben jullie allemaal mij idee als laatste? Jullie denken allemaal dat ik langzaam ben. Prima, ga daarom maar lekker zelf langzaam doen. Sneak ik er gewoon voorbij, hè? Ja, dan word je eerst. Nee, voorbij 2. Oh, 2. Ook de derde. Want jij denkt, de rest zegt, jij bent sowieso de langzaamste. Mogen ze zeggen, doet me niks. Ik ben niet gevoelig voor dat soort kritiek. Maar wat denk je zelf? Laatste. Maar als jij zou moeten inschatten, wie van de anderen zou dan mogelijk het snelste kunnen zijn? Koen zag er wel snel uit. Hij zei het zelf ook al, maar vaak voel je het zelf wel. Ik voel wel even vaak. Ik ben sowieso een snelle jongen en ik had ook een dun jasje. Klopt. Dus ik denk dat ik... Ik zou zeggen dat Koen het snelst was. Ik kan jullie vertellen, jullie tijden liggen allemaal erg dicht bij elkaar. Koen, 5 minuten. Zo. 24. Dat vind ik snel van mijn gevoel, man. Dat is rap. Ja, dat is rap. Heb ik nog nooit neergezet die tijd. Mattie, 5 minuten. 51. Zo, dat is keurige tijd. Echt kut. Robby, 6 minuten 11. Dicht bij elkaar, man. Dit is voor ons wel kut, hoor. Zeker al een puntje. De kans dat wij hier boven onder zitten is best groot. Volgens mij ben ik, voor mijn gevoel ben ik echt veel sneller dan dat. Ik weet ook nog trouwens dat we na de opname, dat ik tegen Milo ging, en Milo zei, ik ben echt zo snel dat ik dit zonder ding doe. Dan ging ik tegen Milo en voor mij is hij nog steeds bezig. Want je was zo ongelooflijk traag. Ja, maar voordat jij er was, was de lucht gewoon helemaal lek. Iedereen kan nog in de punten vallen. En het is een geweldige race met een geweldige uitkomst. Laten we kijken naar de laatste 2. Ik denk dat als ik dus op een heel normaal tempo deze stormbaan doe, ik alsnog misschien wat snelste ben. Ja. Dus ik ga de tijd nemen. Zo'n walgelijke gozer, holy shit. Het belangrijkste is, denk ik, dat ik recht vooruit blijf gaan. Actiefjes. Oh. Maar een andere gedachte die ik heb is dat ik mijn tijd misschien beter kan rekken op het einde. Dat ik op het einde kan besluiten om gewoon te wachten. Ah. Ja, dat zeg ik wel leuk, maar hoe kom ik hier in godsnaam op? Tiefstering! God anus! Kijk, ik weet die baan natuurlijk niet aan mijn hoofd, maar ik weet wel dat die zijkant die is open. Hey, nu gaan we jij me terug! Wat ga jij je nu nog aan doen? Zit ik aan de rand of zo? Wat gebeurt hier nou weer? Dit is fucking eng, man. Wat is dit? Hallo? Wat is dit? Even goed voelen wat dit is. En dit is dat middenste. Oh, wacht even. Dit stopt hier. Ja, oké. Okay. Oh, dit is die muur. Bruh. Dit is het toneelstuk. Die zijn blijkbaar de zijkant op. Tell me bring out the whole ocean. Het is een kinderspeelbaan. Het is vast niet de eerste keer dat hij erop geplast is. Hier een blok? Ja. Godverdomme natte tyfus. Ik weet dat Rob niet gaat sowieso langzaam zijn. Ik ga nooit langzamer zijn dan hem. Maar ik ben misschien wel een beetje bang dat ik als eerste... Jezus, hoe ga ik dit doen? You know it's not the same.
dan ga ik misschien recht onder het net door. Hier is niks, hier is niks te pakken. Wat een opdracht. Je hebt een Miel. Je hebt een Miel, tuurlijk bro. Wat ben jij een legend? Ah, dit is één. Als ik me niet vergis, is dit ding snel naar beneden. Oh. Hey. Wat is dit? Was even iets. Wat is dit? Dat van die kukkie. Wat is voor een muur, joh? Een rondje. Ah, oh. Oh, ik ben zo uitgeteld. Oh, 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 oh. Oh, ja. Hier door die pinnen is het al. Oh, hoe ver nog? Volgens mij ben ik... Oh nee, weer zo'n muur. Ja. Anus. Dit wordt me dood. Het is geen lus, het is gewoon een touw. Maar nu is het simpel. Komt die maat. Aan me. Oei, oei, oei. Ik heb geplast. Ik heb pauze gehad. Ja, voor mijn gevoel ging het heel snel. Maar misschien omdat je alles heel intens beleeft. Op mijn knie. Gadver. Oh, ben ik goed. En weer. Hup. First try, bitches. Boom. En nu? Oh jezus, wat is dit? Zo, die... Oh jongens. Oh lieve kinderen. Is dit al het einde? Is dit al het einde? Arrestering. Ja, geen idee, ja, geen idee. Ja, dit is... Je wordt niet goed gezet in de edit. De edit heeft mij niet geblest, maar ik had best wel een aardige tijd hoor. Ik denk een minuutje of 13. Wat ik in mijn hoofd had, ik dacht dat jij echt bijna nergens overheen kwam met je pols. Maar gewoon echt dat je gewoon de stukken bijna niet ik kon halen. Ik heb er 6 minuten over gedaan. Ja, maar dat is dus helemaal niet zo heel veel. Dat is minder dan een minuut langer dan deze twee. Ja, dat klopt. Dus ik dacht dat het eigenlijk niet uitmaakte wat ik deed. Dat ik altijd sowieso vierde was. Nou, dat denk ik niet als ik het zo zie. Als ik dit zo hoor, dan heb ik opeens alweer vertrouwen. Ik dus zoals jullie zien, denk ik expres langzaam. Ja, bij mij is het middenstuk, er zit er niks van in. Dus ik denk dat het best wel snel geknipt is. Maar ik heb nog even stilgezeten en geplast en zo. Dus. Plassen duurt zo'n minuut. Pauze gehouden. Ja, toch? Maar was de pauze te lang? Het blijft geweldig spannend. Geweldig, geweldig, geweldig. De tijden die nu staan. Koen, 5 minuut 24. Resumé, Matty, 5 minuut 51. En dan Robbie met 6 minuut 11. En dan hebben we er nog twee. Raoul, 6 minuut. Oh, fuck. 53. Zo. Wat zijn dragers, win ik hem gewoon. Maar ho, ho. Ja, Milo is niet trager dan 7 minuten, hoor. Een geweldige tijd. Ja. Ja, ja, kom maar. Onder die 6,53. Van Milo. Ah, ja. Onder die 53. 10 minuten af. Let's go! Hij pakt hem met één puntje. Met één adem pakt hij hem. Boom. Beste blessure. Doe het weer. 10 minuten. Dit is toch een echt Milo. Hey, echt 10 minuten. Ja, maar ik deed rustig aan, maar ik dacht hij kan het niet halen. Ik heb hem gewoon gewonnen. Ik had maar één hand om dit te doen. Iedereen vond hem zielig, maar hij heeft uiteindelijk wel 2 punten. Boom. Robbie. Zo is hij staan, jongen. Lekker neef. Lekker bezig. Matty, jij krijgt 1 punt. En natuurlijk, ik stond er zo goed voor. Jij krijgt ook een punt. Dus om een kort overzicht te geven van de punten in totaal tot nu toe. Koen, 4 puntjes. Voor jou, Raoul, 5 puntjes. Robbie, lekker bezig man, 6 puntjes. Voor jou, Matty, 6 puntjes. En we hebben een koploper. Milo met 7 punten. Ja, 7? Jullie pakken mij niet. 7? Ik pak wel eens 0, maar ik pak ook wel eens 2. Dan heb je dus 2 punten bij. Milo, het valt me op dat ik het elke... Je komt als een soort geweldenaar. Als een raket ga ik door het spel. Ja. Het is niet zo half op die stormbaan. Wat was jij traag, ja, 10 minuten. Oh, wacht even. Ik hoor je niet daar beneden. 7 punten. Brie is 4 minuten langzaam en dan de traagste. Hey, je deed nog je best ook. Oh, jullie snappen het spel zo goed? Hoe kan het dat je allemaal onder me staat? Fucking Polen. Get good, noobs. Newbies. Geweldige bloedzuiger, ben je ook? Oh, oh. Ik verdedig me alleen. Ja, nee, dat snap ik. De eerste klauw komt uit die hoek. We hebben nog 1 live opdracht. In deze uitzending heb ik een woord nogal vaak genoemd. Gechel. Of. Geweldig. Ja, ja. Niet. Geweldig, geweldig, geweldig. Deze 3 tellen niet mee. Hoe vaak heb ik dit woord? Ik voel het al irritant worden, man. Ja, het zoek ook nergens. Ik snapte niet de link naar Gechel. Waarom je dat maar dan... Is het dan nu de...
Als in, wanneer win je? Wanneer krijg je 2 punten? Stel, het is 10. Koen schrijft op 10. Mats schrijft op 11. Ik zeg op 12. Heeft Mats dus de punten? Koen heeft 0. Die heeft het best gedaan. Ik heb slechts. Ja. Oh ja, 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 ja. Ja, dus je moet eigenlijk denken: dit is het. En dan moet je daar dan een stuk van af gaan zitten. Ja, eigenlijk is het gewoon echt gokken. Ja, dit is eigenlijk wel een beetje gokken. Maar je hebt het wel een aantal keer voorbij horen komen. Ben jij gokverslaafd? Nee. En alcoholist? Ja, wanneer ben je alcoholist? Hè? Dat is twee glazen per week. Die vraag stellen is vaak wel een beetje beantwoord. Ja. Schrijf op hoeveel glazen je per week drinkt. Jullie hebben allemaal een krijtje, allemaal een bordje. Ik drink flesjes. En we doen dit klassikaal. Schrijf op hoeveel keer jij denkt dat ik geweldig heb genoemd. Dat deel ik mee. Geweldig, geweldig, geweldig. De tijd is al gestopt. Ik ga eerst zeggen hoe vaak ik het woord heb genoemd. 34 maal. Nee. Jezus, zo'n matig verhaal. Oh. Heb je het 34 keer gezegd? Ja, jullie zeiden al dat jullie het irritant begonnen te vinden. Dus... 34! Ja, maar 34 keer. Het ook echt 6 keer natuurlijk in 1 keer gezegd. En geweldig, geweldig, geweldig. Toen zei ik geweldig, geweldig. Toen zei hij weer geweldig, geweldig, geweldig. Als je iemand 34 keer geweldig hoort zeggen, dan moet je echt serieus ambulance bellen. Dan heeft hij echt een zware geweldig, 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 geweldig. Ik dacht dat je het elke keer per 3 zei. Je zei geweldig, geweldig, geweldig. En ik denk, er zijn er 4 tussenstukjes geweest, dus 12, dus ik ga er iets boven zitten. 16. Ik had ongeveer dezelfde redenatie. Ik dacht, hij heeft het 5 keer gezegd, dus 15 keer. En toen dacht ik, nou, schrijf ik 8 op. Ik had geen idee, ik heb 11. Oh, 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 jongens. Voor mijn gevoel heb je het helemaal niet zo vaak gezegd. 13 keer. Oei. 13 keer voor jou, Mattie. Zet me niet gek in de wedstrijd. Maar ja, niet gek in de wedstrijd, hoor. Als we nu gaan kijken. Het is toch wel redelijk belangrijk voor wie de koppositie pakt. Jullie weten dat ik 1 groot voorbeeld in mijn leven heb. Op elk vlak. Dus als die 13 opzet, doe ik dat ook. Oei. Hoe zit dat nou? Hij is geen middelste nu. Godverdomme normaal. Geweldig, geweldig, geweldig. Hey, we zijn aan het filmen hier! Hallo, wie was dat? Stef, als jij het bent, is het Stef? Even stil. Ja, jij zit er het dichtst bij, Raoul. Ik zit er het dichtst bij en ik zit er bijna 20 vanaf. Het is triest. Het is triest. Ik begrijp het luisteren. Dus, Ik ben de baas, dus ik deel de punten uit. Ik reken jou als degene die het dichtst bij zat, Raoul. Ja. Jij krijgt in ieder geval geen punten als eerste. Ja, en jij bent het laagste. Dat jij, dacht dat mensen minder dan 8 gingen opschrijven. Dus jij zei 15, wilde je zetten, dan had je punten gehad. Nee, ik dacht dat hij het 15 keer gezegd had. Oh. Dat is iets heel anders, Roel. Je hebt in ieder geval 0 punten. En dan hebben we er 3 die eigenlijk een beetje in het midden zitten. Er is niet echt een midden. Er is geen midden. Daarom geef ik jullie alle 3 1 punt. Keurig. Keurig. Kun mee leven. Makkelijk nou, kan ik mee leven, makkelijk maar... verdiende punten van het jaar. Schudden we de hand op. Exeem, jong. Oh, die mag wel een cremmetje op. Na deze aflevering komen we op een puntentotaal van... voor Koen en Roel allebei 5 punten. Voor Rob 6 puntjes. Mattie, je gaat naar huis met 7 punten. En er staat er 1 aan kop met 8. Milo. Hoe die het voor elkaar krijgt. Geweldig! Vind ik geweldig! Ja, dat is het voor deze week voor Gechel. Volgende week is de grote ontknoping. Het wordt geweldig, geweldig, geweldig. Dus blijf vooral kijken. Like, subscribe en schrijf hier iets leuks onder. Want dat vinden de heren leuk om te lezen. Klopt. Toch? We lezen het toch niet lezen. Tot volgende week. Geweldig, 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 geweldig.